cruciale terrein is dit Ondernemers van Eigen Zeebodem. Het is de vierde keer dat we hier zitten. En dit is de plek waar ik het gesprek voer met ondernemers die ondernemen in en om Flevoland. En ik praat met ze over wie zij zijn. Wie zijn de mensen achter de ondernemer? Wat willen zij met hun onderneming en hoe kan Flevoland de beste plek zijn om te ondernemen? Vandaag het verhaal van Hendrik Kramer en van zijn vader Klaas. En zij zijn samen de zesde en de zevende generatie vissers uit Urk. En Hendrik is een visser met een missie. Hij wil met een zo klein mogelijke footprint een eerlijk visje vangen. En hij zit hier aan tafel. Goedenavond. Goedenavond, heb je mooi gezegd. Ja, dank je. Wat vond je mooi? Goed samengevat. Ja? Ja. Nou, dank. Dat is een goed begin. Hey, waarom vis je? Waarom vis ik? Nou, als mijn broodwinning. Toch ook vanuit een missie om het. En een wens om het familiebedrijf voor te zetten. Waarom was die wens zo groot om dat te doen? Mede omdat ik de kans zag. En omdat ik eigenlijk met een schone lei weer kon beginnen. Of weer kon instappen. Ja, nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En een dag van een visser. Hoe laat begint die dag? 11:58. Ja. In de nacht? Ja, dat gaat 24 uur per dag door. Ja, maar als jij een week begint, want je vertelde me straks, je gaat een week op, een week af, hè? Ja. Dus stel je gaat een week vissen, dan begint hij om 11:55 s'nachts. En wat ga je dan doen? Nou, het vissen, dat gaat dus dag en nacht door. En de enige zekerheid die je op zee hebt, dat is dat elke 4 uur, of net hoe lang je vist, elke 4 uur komen de netten weer boven. En in die 4 uur moet vervolgens alles gebeuren. Dus dan moet de vis zo snel mogelijk op ijs. En wanneer je daarmee klaar bent, dan kun je slapen, koken, voetbal kijken. Dat gaat in rondjes van 4 uur. Ja. Gaat dat steeds maar door. Ja. En wanneer slaap je? In de tijd die over is. Ja, dus dat zijn ook kleine blokjes. Ja, dus je hebt nooit langer dan zeg maar 3 of 3,5 uur slaap. Hoe zwaar is dat? Nou, ik zeg het wel eens, ik kom aan boord tot rust. Ja? Waar zit die rust in voor jou? Nou, misschien toch minder prikkels. Net wat ik zeg, het is heel duidelijk, iedere 4 uur of 4,5 uur, ligt er net aan hoe lang je vist. Mm-hmm. Maar dan komen die net boven en dan, het is heel duidelijk en heel. En met het moment dat die netten uit dat water komen, wat gebeurt er dan bij jou? Ja, dan ben je toch steeds weer nieuwsgierig wat erin zit. Dat verse visje, daar word ik wel heel blij van. Zeker wanneer er weer genoeg vis in zit. Ja. Het kan ook wel eens vervelend zijn wanneer je denkt, oh kak, ze zitten er niet in. Dus. En als je een goede vangst hebt, wat zit er dan in? Van alles. Lagustines, scholtong, tarbot, helbot, kabeljauw, inktvis. Kan alles zijn. En wordt dat ter plekke ook opgegeten dan, op het schip? Wij eten aan boord ook meer dan eens een visje. Ja. Ja. En wat lag er vanavond op je bord? Wild hier uit Flevoland. Ik heb bij mijn ouders gegeten vandaag. Geen vis? Nee. We hebben geen vis gegeten vandaag. Je praat thuis de hele avond ook mee via de chat. Dus als je een vraag hebt aan Hendrik of zo dadelijk aan zijn vader, zet hem vooral in de chat. Vragen, reacties, ze zijn heel erg welkom. Ja, straks praten we over jouw mooie schepen, die je de Tesla's van de zee noemt. Maar laten we even teruggaan naar het begin, want je bent de zevende generatie vissers. Uit wat voor nest kom je? Ik kom oorspronkelijk van Urk. Ik ben de jongste van 3. Mm-hmm. Ik heb een oudere broer, een oudere zus. Mijn ouders zijn er allebei nog. En
Mijn zus woont in Lelystad en mijn broer woont in Burk. Dus, en doen ze iets in de visserij ook? Nee. Nee. Dus daarin ben jij de echte opvolger van je vader, kunnen we zeggen. Ja. Zullen we hem even erbij halen? Ja, goed idee. Ja, want hij is hier vanavond. Dus hier is de vader van Hendrik. Het is Klaas en hij komt nu naar ons toegelopen. Dus jullie zaten vanavond nog samen aan de eettafel. Vanmiddag. Op Urk eten ze tussen de middag waren. Ah. Welkom. Dankjewel. Ja, ik belde deze week en toen vroeg ik van hoe kijk je naar je zoon? En toen zei je vol dankbaarheid. Ja. Ja. Klopt. En wat is die dankbaarheid? Dankbaarheid is dat toch nog weer een generatie door kan gaan met het familiebedrijf. En, ja, wat er. Je noemde de generaties al. Ik ben inmiddels de zesde generatie. Ja. Het kan, wat of we weten dan hoor. Zouden er misschien wel 12 kunnen zijn. Dat zou misschien wel kunnen. Ja. Maar wat of we zeker weten, dat is het aantal generaties van mijn grootvader. Die heeft de geschiedenis vanaf zijn grootvader op papier gezet. Moest je vroeger altijd naar allerlei fotoalbums kijken van al die generaties ervoor? Nou, moest niet, maar ik ging inderdaad alle Urk 200, dat was dus het familienummer, dat ging ik wel terugzoeken, wat er nog aan foto's was. Ja. Ja. Je zegt vol dankbaarheid. Waarom is het zo belangrijk dat die lijn van de visserij wordt voortgezet? Omdat het altijd in mijn beleving, je bent met iets goeds bezig. Met het rentmeester zijn op deze wereld. En je vangt een eerlijk product. We kunnen er zelf niets aan veranderen aan de vis. Zoals het uit de natuur komt. Zoals het zwemt, zwemt het. Ja, zoals het zwemt. En zo proberen we het klaargemaakt op een bord te krijgen. Wanneer ben je zelf gestopt met vissen? Met het echt het beroepsmatig vissen? Ja, sinds kort. Nou, je gaat nog wel eens. Ik ga nog wel mee. Maar er is een moment geweest dat je eigenlijk het toch een beetje wilde gaan overdragen of dacht aan stoppen. Ja. En toen zou het maar zo eens kunnen zijn dat Hendrik dat misschien ging doen. Wat waren zo je gedachten daarbij? Ja, dat werd steeds duidelijker ook dat Hendrik het wou gaan doen. En die heeft, die kreeg een steeds dikkere vinger in de pap. En ik werd inmiddels 60 jaar. Ja. En toen denk ik, nou is het een mooi moment om een stapje terug te gaan doen. Dus niet meer ook, want het vraagt veel van je, het schipper zijn. Ja. Dus dat heb ik aan de jongere generatie overgelaten. Hendrik zegt, het is eigenlijk een heel lekker ritme, ik gedij daar goed bij. Ja. Maar jij zegt, het is eigenlijk heel zwaar. Wat maakt het zwaar? Qua leeftijd, dan wordt het zwaarder. Ja. De techniek die neemt enorm toe en je probeert daar wel in mee te gaan. Maar er komen toch wel, af en toe moet je wat loslaten. Ja. En ik ben gekomen van een vrije zee, helemaal een vrije zee. En nu is het enorm ingeperkt. En de jongere generatie kan daar veel beter mee omgaan als dat. Wat is er veranderd? De vrije zee, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het was gewoon helemaal vrij. Dat ik begon in 1968. Ja. Toen was je? Hoe oud? 14 jaar. Ja. Ja, de mensen thuis gaan rekenen, hè? 67 nu, hè? Ik ben nu 67, ja. Klopt. Ja. Ja. En dus je begon te varen toen je 14 was? Toen was de zee vrij? De zee was vrij. Wij konden tot op het strand bijvoorbeeld vissen voor de Nederlandse kust. Ja. Voor de Duitse kust was het 3 mijl. Nou, er waren geen regels. Er waren geen quota's. Ja. Er waren maaswijters, die waren er dan, maar ja, dat is allemaal. Ja, je vader was die vrije zee gewend en toch, ondanks dat die zee niet meer vrij was, dacht je, ik stap erin. Wat was dat dan? Waardoor het toch aantrekkelijk genoeg was om te gaan vissen terwijl die zee niet meer zo vrij was als je vader hem lang heeft gehad? Ja, voor mij was het gewoon dat je na 12 mijl pas. Dus dat je eerst 12 mijl de kust uit moest. Ja. En dus ja, als dat voor. Ja, ik weet niet anders. Het lonkte genoeg.
toch nog steeds. Jazeker. Ja, ja. Je zoon besloot elektrisch te gaan varen. Op welk moment deelde je dat mee aan je vader? Nou, eigenlijk kwam mijn vader, die kwam eigenlijk bij mij en die zei van, nou, we hebben de rechten nog en wat wil je, bedrijfsbeëindiging of zullen we het nog een keer proberen? In het masterplan duurzame visserij, daar waren wij altijd nog bij betrokken en we volgden de visserij nog op de voet. En toen zei ik van, nou, dan wil ik nog wel een keer proberen, maar dan wel op deze manier. Nog dus, wel een keer proberen. Wat was de reden om eventueel wel te stoppen? Nou, het ging echt super slecht in de visserij. Ging super slecht. Ja. Wat was het dieptepunt? Het dieptepunt was dat je in feite om nog een kilo vis te vangen, 3 liter brandstof moest verstoken. Ja, dus dat waren zware tijden. Dat kon op die manier niet meer. Nee. De gasolie die werd onbetaalbaar. Wat was er nog meer aan de hand in die moeilijke tijd? Slechte jaarklassen in de visserij, voor de vis. Ja. En steeds meer gesloten gebieden. En slechte marktprijzen. Genoeg reden dus om de handdoek in de ring te gooien. En jij zei, we proberen het toch nog een keer. Maar ik ga dat elektrisch doen. Ja. Dat klopt. Met een goed plan. Hè. Dus we hebben tegen elkaar gezegd, daarom heet het ook Masterplan Duurzame Visserij. We hebben daar met een consortium aan iedereen die er verstand van heeft, dus scheepsbouwers, accountants, vissers, hebben we eigenlijk vooraf een goed plan neergezet. En zeggen we, nou, op deze manier moet het wel kunnen. En dan kunnen we zelfs zo'n bedrijfsmodel neerzetten dat we een showcase zijn voor andere bedrijven, dat je kan zeggen, oh, we leveren ons oude schip in en we bouwen precies zo'n schip en dan kunnen we toch nog een dusdanige cashflow genereren, zodat we onze oude schulden nog af kunnen betalen. Dus een hele frisse wind erdoorheen. En je schreef daar een mooi plan voor. Wat waren zo belangrijke punten in dat plan? 80% brandstofbesparing was eigenlijk de stip aan de horizon op dat moment. En op dat moment dacht ik, nou, dan zijn we klaar. Als we 80% brandstofbesparing hebben gerealiseerd, dan zijn we duurzaam en dan kunnen we vooruit. Dat dacht je toen. En waarna veranderde dat? Ja, toch eigenlijk gaandeweg kom je dan achter van ja, uiteindelijk, op dat moment begon duurzaamheid echt een beetje een trendy woord te worden. En ja, wanneer je daar dan steeds meer in gaat verdiepen, dan zie je eigenlijk steeds meer dingen die eigenlijk nog veel beter kunnen. En de techniek en technologie die haalt je verder in. Dus, was het economisch gedreven of was het vanuit de intrinsieke idealen om op deze manier te gaan werken? Nou, als je rijk wilt worden, dan moet je geen visserijbedrijf starten. Dus er was iets anders aan de hand. Dus er was wel iets anders aan de hand. Ja. Hij werkte aan zo'n plan. Je had daar ook een stem in, hè? Jullie hebben daar samen in ontwikkeld. Hoe groot was je geloof dat het ging lukken? Nou, dat het eenmaal op de rail stond, ja. Toen dacht ik, ja, als het op deze manier niet kan, dan stopt het toch. Dus het was alles of niets. Dat plan was er, je ging elektrisch varen, maar niet zomaar met een schip, hè? Je hebt je eigen schepen ontwikkeld en gebouwd. Jouw Tesla's van de zee. Neem ons eens mee, wat zijn het voor schepen? Nou, kijk, dat heb ik niet zelf gedaan. Daarvoor zijn we bij Marin geweest. En net wat ik al zei, Masterplan Duurzame Visserij, dat was eigenlijk een consortium van mensen die heel veel kennis inbrachten. Dus, je hebt het niet zelf staan bouwen, maar je was wel heel erg betrokken daarbij, hè? Ja. Niet zomaar een schip uit een catalogus gekozen. Nee, dat klopt. Nee. We zijn daarvoor eerst bij Marin bijvoorbeeld langs geweest. In Wageningen om naar een ideale scheepsvorm en een rondvorm te komen. Mm-hmm. En daar waren ook scheepsbouwers bij betrokken. Dus Hoekman Shipbuilding op Urk bijvoorbeeld. Maar ook Patmos uit Stellendam. Mm-hmm. De TU heeft er nog naar gekeken. Dus op die manier hebben we eigenlijk op dat moment bestaande kennis hebben we samengebracht en zijn we tot dit scheepsmodel gekomen. En wat is er zo bijzonder aan het scheepsmodel wat er uiteindelijk is ontstaan? Waarin onderscheidt dat zich van heel veel andere schepen, Klaas? Het meeste in het onderwaterschip. In zo weinig weerstand. Mm-hmm. En als je het plaatje ziet
van het zogenaamde lijnenplan, dan is het, ik heb het al aan verschillende mensen laten zien, maar dan is het zo of je naar een potvis kijkt. Vertel eens. Ja, dat scheepsmodel. Dat ja. is, het is de vorm van de potvis. De vorm van een potvis onder water. Mm-hmm. En, ja, en welk effect heeft dat op het varen? Het heeft het effect dat er veel minder weerstand is. Mm-hmm. Dus wat of uit de natuur komt, ja. uit de schepping komt, dat is het beste wat over is. Dus de natuur is de inspiratiebron geweest om de natuur mee in te gaan. Ja, inderdaad. Je vader noemt de potvis. Wat vind jij er goed gelukt aan of bijzonder aan jouw schepen? Nou, ik vind zelf op de MDV-2 dan bijvoorbeeld. Daar hebben we, dus we hebben de MDV-1 eerst gebouwd en binnen 5 jaar hebben we een tweede gebouwd. MDV-2. Even voor de mensen thuis, MDV, waar stond het ook alweer? Masterplan Duurzame Visserij. Ja. Maar in de MDV-2 hebben we een anti-roll tank ook nog ingebouwd. Mm-hmm. Dus hij is... Nou, en dat bevalt mij wel heel erg goed, want ik, nou ja, dat ik klein was, had ik al een beetje last van zeeziekte. En dit deint minder? Dit is echt heel lekker rustig en relaxed. Ja. Maar het onderwaterschip, dat klopt. Als je op de werf staat en hij staat droog, dan zie je echt goed hoe efficiënt dit schip is. Ze waren gebouwd. Jullie waren enthousiast. Wat zeiden anderen? Die waren meest niet al te enthousiast. Waarom niet? Die dachten dat het een stap te ver was. En, waarin te ver? In dat het te ver af kwam staan van de bestaande visserij. Wow. Ja. Was het zo, Hendrik? Nee, want het staat best wel dicht bij visserijtechnieken die we al kenden. Maar ja, we wilden ook op de nieuwe trend mee, dus elektrisch vissen. En daar wilden we nog een extra stap in maken. Maar dat werd vanuit Brussel werd dat teruggefloten. En daar hadden wij nog steeds wel hele goede hoop op, hoor. Dat we op die manier toch met elektrisch vissen ook goed tong konden vangen. Mm-hmm. Maar zeker qua scheepsvorm, toen hij voor het eerst op Urk kwam te liggen, toen heb ik wel veel gehoord van dat is toch geen kotter en dat ziet er niet uit. En wat zei jij dan? Ja, dat ik moet dan alleen maar een beetje lachen. Eigenlijk is dat wel een beetje brandstof voor mij, hoor. Wanneer een ander zegt dat lijkt nergens op, dan vind dat ik... Dat zullen we wel eens... Ik heb wat dat dan gaat misschien wel een beetje aparte smaak. Hij was gebouwd en hij ging varen. Wat weet je nog van de eerste dag dat je ging varen op die MDV 1 of 2? Nou, de MDV 1, nou, ik weet nog dat we de sea trials, wat is het Nederlandse woord voor? Dus dan ga je met scheepvaartinspectie gaan varen en toen moesten we bijvoorbeeld, dan moet je een U-turn maken. Dus alles moet getest worden. Dus een keer vol vooruit, vol achteruit. Je schip moest auditie doen. Precies. Ja. En toen moesten we een U-turn maken. En op dat moment ging hij zo scheef, dat ik even dacht, dat ik even bang was. Maar op dat moment, dat hij toen terugkwam, toen dacht ik, oh, oké, dan win je dus ook wel vertrouwen in je schip. Maar toen ben ik wel even voor een moment even spannend bang geweest. Moment. Ik denk, nu kan hij wel eens omgaan, maar... Wat was het moment waarop anderen zeiden, nou, dit is toch wel een mooi ding. Dat heb je goed gedaan. Nou, toen de brandstof weer duur werd eigenlijk. Want wat gebeurde er toen? Nou ja, op het moment dat wij dus met Masterplan Duurzame Visserij bezig waren, toen ging het dus echt heel slecht in de visserij. Dus de brandstofprijzen waren heel hoog en de visprijzen waren laag. En op het moment dat wij eigenlijk in de vaart kwamen, toen was het hele spectrum was gedraaid. Dus de brandstofprijzen die kelderden en de visprijzen gingen omhoog. Dus eigenlijk waren we op dat moment een soort van overbodig. En nu we de brandstofprijzen weer omhoog zien gaan, nu hoor ik steeds meer dat er collega's en zo vragen van, hey, wat is jullie brandstofverbruik dan? Hadden wij ook maar een MDV, denken ze nu. Nou, je ziet nu wel dat wat er nu aan schepen gebouwd wordt, dus de nieuwbouwschepen die er nu in de vaart komen, dat die daar ook echt naar kijken, hoor, naar het brandstofgebruik. Minister-president Rutte was ook best enthousiast, hè, over deze schepen. Jullie deed mee aan de Maritiem Awards 2016 en daar hebben we een filmpje van.
Kijk, één vlog zou in de zaal zijn. Ja, die zijn er. Nogmaals, ik loop niet vooruit op wie het wint, dat weet ik echt niet. Maar ik zag het wel bij de genomineerden staan. En dit is een heel bijzonder ontwerp, omdat het hier gaat om een hele zuinige, en veel zuiniger dan traditioneel, een hele zuinige kotter. En dat lukt doordat zij met een slim ontwerp van de romp erin slagen om bijna 80% minder stookolie te gebruiken. En inmiddels begrijp ik, maar jullie kunnen dat misschien bevestigen, dat er ook heel veel internationale belangstelling voor is. Klopt dat? Dat klopt. Mooi. U zou iets harder kunnen zeggen, want ik zou er wel trots op zijn. Dat is dan weer in Nederland. En terecht, want ik denk dat dit, ik pak het er even uit als voorbeeld, jullie zullen me niet kwalijk nemen, maar die Emmanuel is een voorbeeld van het innovatief vermogen in dit geval. Ja, internationale belangstelling, dat moest even bevestigd worden. Was belangrijk voor Rutte blijkbaar, hè? Ik denk het. Ik heb dit, grappig dat ik het filmpje nu weer zie, dat is lang geleden. Wat roept het op, als je er naar kijkt? Nou, daarom moest ik lachen, want op dat moment dat hij zo ons bleef noemen, toen dacht ik, volgens mij gaan wij het gewoon worden. En, want ik had echt niet gedacht dat wij... wij moesten opnemen tegen superjachten. Dus ik dacht echt niet dat... Maar je ging met een prijs naar huis, hè? Ja. Ja, wat won je? Nou ja, Schip van het Jaar. En dat is gewoon, ja, dat is een hele prestigieuze prijs is dat eigenlijk. Klaas, wat betekent het voor jou, die prijs te winnen? Nou, dat was een opsteker, is het? Was het. Ja. En dat gaat nog steeds door. Ja, wat voor een impact heeft dat, zo'n prijs winnen? Nou, je krijgt er een enorme stimulans door om op het ingeslagen pad door te gaan. Maar die belangstelling, dat gaat nog steeds door. In november zouden er nog weer Fransen aan boord komen om te kijken naar het schip. Dus het heeft echt iets teweeg gebracht. Duurzame visserij. Als je aan mensen uitlegt die daar weinig vanaf weten wat dat is, hoe leg je het ze uit? Wanneer is visserij duurzaam? Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook een zoektocht waar we zelf nog steeds mee bezig zijn natuurlijk. Want eigenlijk probeer je elke keer weer iets te vinden of nog een stapje te zetten. Maar ik leg zelf altijd uit op een lage snelheid, lage impact visserij doen. Mm-hmm. Dus je loopt 5 kilometer per uur en wij vissen nog langzamer eigenlijk. Dus wij vissen met 3 knopen per 3 mijl per uur. Je ligt bijna stil. Ja, dus we heel zachtjes herderen we eigenlijk de vis bij elkaar. En dat doen we dus 4 uur lang. Dus op een gegeven moment, nou die vis, daar gaan we stapvoets achteraan. Dus die zien dat net weer komen en die zwemmen weer een stukje. En dan zien ze dat net weer komen en zwemmen ze weer een stukje. En op een gegeven moment dan zijn ze zat en dan draaien ze om en dan zwemmen ze het netje binnen. Ah, dus je jaagt langzaam achter ze aan? Ja, we herderen ze eigenlijk eerst bij elkaar. En dan op een gegeven moment is de vis... Is het gewoon zat en denken ze, nou, we gaan nu niet meer verder en dan zwemmen ze net in. En dan heb jij ze. Ja. Ja. Is het beter voor de vis? Ja. Waarom? Minder snelheid, dus minder beschadigingen. En eigenlijk omdat het zo langzaam gaat, hebben ze gewoon de kans om in het net nog mee te zwemmen. Dus ze worden niet gezandstraald, om het zo maar te zeggen. Dus ze komen ook van goede kwaliteit komen ze boven. En in de netten zelf zitten allemaal, bijvoorbeeld een ontsnappingspaneel voor vis die we niet, wat niet onze doelsoort is. Mm-hmm. Dus op die manier dat betekent dat je ook minder hoeft weg te gooien uiteindelijk, zeg maar? Dat gaat nog levend het net uit, moet ik dat zo zien? Ja dat klopt. Ja. Dus er zit een ontsnappingspaneel in en dat is vanuit het kabeljauwherstelplan. Mm-hmm. Hebben we dat erin gebracht. En dan kan dus kabeljauw die een beetje aan de bovenkant van het net zit, die heeft daar openingetje en die kan dan zo ontsnappen. Hoe kijk je daar nou tegenaan als je denkt aan die geschiedenis, hoe jullie dat vroeger deden? Vind je het een mooie ontwikkeling? Ja. Ja? Onmondig ja. Ja? Want we hebben het natuurlijk gehad over die prijzen. Hè? De brandstofprijzen waren heel erg hoog. Dit is daar een oplossing voor, maar er zitten meer voordelen aan. Ook voor het welzijn van dieren wellicht. Voor het welzijn van dieren, voor de kwaliteit van je vis. Mm-hmm. Hendrik noemde het daarnet al, of je vis gezandstraald wordt. Of dat ze zachtjes aan opgeschept worden. Ja, het levert mooie, goede vissen op. Waar komen die vissen terecht?
Nou ja, meeste wat we vangen, dat gaat toch de grens over. Dus dat, nou, Nederland is helaas niet, nou, dat is met meerdere dingen zo. Hè. Onze lekkere tomaten, die sturen we ook de grens over. Dus de lekkere vissen liggen niet bij ons op het bord? Ja, die gaan, Italië, Frankrijk, Spanje, Zweden ook. Verenigd Koninkrijk is wel een grote markt. Maar daar gaat het meeste van onze vis gaat de grens over. Waarom gaat het de grens over? Waarom blijft het niet hier? Nou ja, dat waarderen ze goed en verfijnd eten meer, denk ik, dan wij hier in Nederland. Dat vind ik wel jammer. Dus het levert domweg meer op, financieel? Ja, ook. Ja, en als Nederlander zijn we denk ik ook minder bereid voor eten te betalen. Dus ja, hier moet alles goedkoop zijn en over de grens moet vooral lekker zijn. Klinkt als iets wat wel even veranderd zou mogen worden. Wat is er voor nodig om de Nederlander die vis meer te laten waarderen? Ja, misschien de naamsbekendheid. Ja, veel mensen weten ook niet dat hier bijvoorbeeld dat wij lagoustines vangen of inktvis. En dan denken ze, oh, calamaris, dat is Spanje en Portugal. Maar dan gaan we op vakantie en dan lekker aan de Mediterrane Zee gaan we vis zitten eten, maar die vis die je daar eet, die is met jou in het vliegtuig meegekomen naar je vakantie. En die komt gewoon uit de zee hier? Die komt gewoon uit de Noordzee. Ja. Ja. Zijn er plekken in Nederland waar jij je vis wel goed onder de aandacht gebracht krijgt? We zien een mooie visbord nu in beeld, hè? Portie gebakken schoolfilets, graadloos, 7,50. Nou nee, ik zeg altijd, ga naar Albert Heijn en koop een scholletje. Misschien is het er een van mij, maar dat zou ik zo niet weten. Of er een. Er was, Biesk natuurlijk. Er is een onderneming die maken Biesk, dus dat is een soep van vis. En ja. Die gebruiken vis van de MDV 1 en de MDV 2. Ah, dus die moeten we kopen? Dus als je bisksoep zou kopen bij de supermarkt, ja, dan is hij daar te krijgen. Ja, er zijn ook veel mensen natuurlijk in deze tijd die zich afvragen, kunnen we eigenlijk nog wel vis eten? Is dat nog wel veilig of zit het vol met allerlei rotzooi? Jullie zijn de experts. Kunnen wij nog veilig een visje eten? Ja, nou, we zitten hier te glimmen, om het zo maar te zeggen. Ja. Je spreekt wel eens mensen die geen vis lusten, zeggen ze dan. Nou, ik ben heel wat keren ben ik de weddenschap aangegaan. En ik zeg, nou, als ik jou echt vis laat proeven, dan lus je het wel. Nou, ik ben nog nooit al, ik heb nooit die weddenschap verloren. Dan moet je ons toch even dat mysterie even oplossen. Wat is dan echt vis eten volgens jou? Echt vis eten, dat is een lekker vers visje. Ja. Op natuurlijke wijze bereid. Mm-hmm. En zo weinig gebakken mogelijk in roomboter. Toevoegingen. Ja. Is dat bakken in roomboter? Dat ook. Ja. Maar er zijn zo enorm veel mogelijkheden. En als je echt goede verse vis krijgt, nou, daar kun je bijna niks aan bederven. Mm. Wat af klaarmaken betreft. Maar Hendrik, hoe weet ik nou of die vis die ik bij die visboer zie liggen, of dat een goede vis is of dat het een vis is die... Ja, misschien helemaal niet duurzaam gevangen is bijvoorbeeld, of allerlei kwikken in zich draagt, of antibiotica. Of... Nou ja, dat is lastig te zien, want de traceerbaarheid van vis, dat is gewoon moeilijk. En ja, helaas eten wij hier in Nederland, wat we aan vis eten, dat is vaak iets wat uit de binnenlanden van Vietnam komt, of kweekvis, ja. Of zalm, of panga, of... Dat eten ze ook weer in de restaurants, gamba's. Mm-hmm. Dat is allemaal kweek. Dus ja, op het moment dat je, nou, de Italianen en de Spanjaarden en de Fransen en noem maar op, die willen graag Noordzeevis, omdat het geen toevoeging heeft nee, en een echt visje, echt eten is. Dus ja, dat is een, hoe je dat verandert. Dat het is ook echt een cultuurding, dus eigenlijk. Ja, we weten er te weinig van als Nederlanders en we zijn niet bereid ervoor te betalen. Ja, het zit niet in onze cultuur, denk ik, ja. En zo heb jij je afzetmarkt in het buitenland, terwijl wij er eigenlijk allemaal van zouden kunnen genieten. Ja, nou, als sector, hè. Dus de hele Nederlandse sector heeft er eigenlijk last van. Ja, het is jammer dat we dat in Nederland zelf niet eten.
Wie zou dat kunnen veranderen? Want je kunt iets doen aan de imago en de bekendheid. Zit dat bij de vissers zelf of is dat een taak voor iemand anders? We hebben wel een visbureau, hebben we wat. Maar ja, dat land toch wat moeilijker. Ja. En ja, wat begin je alleen? Nou, ik denk dat ook een stukje vanuit, misschien vanuit de gastronomie zelf of vanuit een overheid zou moeten komen. Dus van lokaal, meer lokaal eten of er is nu een farm to fork strategie. Ja. Dan denk ik, ja, dat soort dingen zouden daar wel aan kunnen helpen, de provincie wellicht. Ja, dus daar zou de vis echt nog wel meer in meegenomen kunnen worden, zeg je. Ja. Ja. Nou werken sommige dingen ook niet mee, hè? Want er is ook een heftig documentaire natuurlijk geweest op Netflix. Hè? Seaspiracy, die heeft heel veel losgemaakt. De docu heeft een heel heftig en een destructief beeld natuurlijk geschetst van hoe de oceanen leeg gevist worden en hoe er wordt omgegaan met de wereld. Hoe kijken wij nou naar zo'n documentaire? Hoe zouden we er naar moeten kijken? Ja, heb je hem gezien? Ik heb hem gezien en ja. Ik heb er nog in een podcast ook gezeten van om het hierover te hebben. Maar het feit dat het al op Netflix staat, zegt eigenlijk al genoeg. Dus het is clickbait. Er worden, wanneer zulke desinformatie op internet over andere onderwerpen verspreid wordt, dan spreken we er allemaal schande van. En hier wordt ook zo een hap en een snap vanuit hier een rapport wordt een regel gepakt en vanuit dat rapport wordt een regel gepakt en dat wordt aan elkaar en dan wordt iemand gequote en geknipt. En je noemt dus het desinformatie, is het een soort hap, snap, slecht geresearched, aan elkaar geplakt? Het is heel erg geframed. En dus het raakt dingen aan die echt wel, aan de orde zijn, maar het vertelt niet het hele verhaal. En het is een complex verhaal, dat klopt. En er zijn natuurlijk ook wel dingen aan de hand en we moeten verantwoord vissen, maar Wat blijft onderbelicht daar in die documentaire? Dat er wel degelijk. Nou ja, kijk, en het is ook lastig, hè, want ik bedoel, er wordt zo erg uitgezoomd. Dus ik heb geen idee wat. Ik kan niet inschatten wat er op de oceanen gebeurt. En ik ben ook geen wetenschapper, maar ik weet wel dat op de Noordzee, dus mijn werkveld, dat we vissen volgens MSY, dus dat betekent Maximum Sustainable Yield, dus maximale duurzame oogst. Dus eigenlijk wordt alleen de rente weggevist. Er is goed beheer op de bestanden. We doen aan vuilvisprojecten, dus alle plastic en alle rommel die we in zee tegenkomen, die gaat naar land. Dus je zegt, we doen eigenlijk al heel erg veel goed. Nou, ik durf te zeggen dat de Noordzee het beste beheerde stukje zee ter wereld is. En dat we ook echt, dus waar het nog beter kan, dat we onze best doen om te innoveren en om nog duurzamer aan de slag te gaan. Dus ik zeg echt niet dat we er al zijn en dat we nog dingen kunnen doen en ook graag willen doen. Want waar zit die innovatie? Wat kan er nog beter? Nou ja, bijvoorbeeld selectiviteit. Dus je zal altijd bijvangst hebben. Mm-hmm. Daar ontkom je gewoon niet aan. Maar we zien wel manieren hoe we dat in ieder geval sterk kunnen verminderen. En hoe we daar steeds beter in worden eigenlijk om nog selectiever te vissen. Ja. Als je vragen hebt, reacties aan de vissers hier aan tafel, zet ze in de chat. Jullie zijn nog wat rustig en stil thuis, maar we omarmen jullie vragen heel graag. Ja, er zijn ook. Je hebt natuurlijk allemaal mensen die werken op je schip, hè? Dan heb ik me laten vertellen dat het ook heel veel mensen van de Filipijnen zijn. Nou, niet heel veel hoor. Een aantal. Twee. Ja. Waarom specifiek daar vandaan? Ik heb met die jongens gevaren toen vanuit de tijd dat ik dan nog in de offshore zat. Ja, we zien even een plaatje van jouw crew ondertussen. Ja, hier staan ze niet bij, maar daar zijn we later mee begonnen met varen. En ja, dat zijn gewoon goede zeelui. En in Nederland zien we toch dat er steeds minder mensen willen vissen. Dus dit werk nog willen doen. Dus ja, daar zijn we eigenlijk een beetje van afhankelijk. Ja, dus zit het nog meer in het bloed daar, kan ik het zo zeggen, Klaas? Ja, dat wel. Ja.
Ja. Ja. En dat merken wij ook als, aan die Filipijnen. Ze zijn veel meer gewend vis te eten als wij het doen. Terwijl, ja, terwijl wij toch onszelf ook beschouwen als echte viseters. Ja. En wat brengen zij aan vakmanschap in? Wat hebben jullie van ze geleerd? Nou, van hen geleerd? Nou, niet zoveel, denk ik. Maar technisch wat visserij betreft is hier in Europa zijn we toch wel verder dan daar. Jullie lopen voorop daarin. Ja. Ja. Dus het is moeilijk, zeg je, om aan Nederlandse vissers te komen. Hoe groot gaat dat probleem worden in de toekomst? Dat valt niet te zeggen. Nee, want we zitten nu hier met een zevende generatie. Is het denkbaar dat er een achtste generatie komt? Of gaat dit doodlopen, dit spoor? Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee. En dat hoop ik helemaal niet. Nee, dat weet ik wel zeker van niet. Maar ik denk dat de visserij zeker toekomst heeft. Dus, laten we eens kijken naar die toekomst. Word je gezien als een trendsetter? Met de manier waarop jij met je vak bezig bent? Ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Als ik nou zeg dat je een trendsetter bent, waarom zou je dat zijn? Waarin loop je voorop? We lopen voorop lopen, dat is dat we toch in een heel slechte tijd flink durfden te investeren, of alles durfden te investeren in de visserij. Ja. En toen hadden we echt niet het tij mee, nee, alles dat... Het is gelukt, hè? Jullie zijn overeind. Het is gelukt, is het. En ja. Nu kentert het weer, dat dure gasolieprijzen en dure gasprijzen. Mm-hmm. Maar ja, die geluiden die vang je op deze schepen, vang je die niet op. Ze hebben het wel over goede visprijzen, maar niet over dure gasolie. Nee, precies. Maar om dan te zeggen dat je dan trendsetter bent, want ik denk dat dat toch wel heel erg in de gemeenschap, in Urk waar we uiteindelijk vandaan komen, zie ik dat toch wel veel meer hoor. Ik weet echt wel veel familiebedrijven te noemen die eenzelfde gok en sprong gemaakt hebben. Ja, dezelfde trend zijn gaan volgen. Ja. Ja. Jullie hebben nu 2 schepen. Komt er een derde? Nee? Waarom niet? ik zou geen... innovatie ligt nu... het zit niet meer in de schepen. Dat hebben we nu geïnnoveerd. En ik denk nu dat we de focus op andere dingen moeten. Wat gaat een stap zijn? Wat gaat een focus zijn voor jou de komende jaren? Nou ja, ik denk dat we nu het vangen, dus hoe we met zo klein mogelijke footprint het eten boven water krijgen. En nu wordt het volgens mij zaak om niet meer alles de grens over te schieten. Maar ze in Nederland te houden. Ja. Dan zijn er natuurlijk meer dingen die ook lastiger gaan worden in de toekomst. Hè. Er worden steeds meer windmolens ook in het water gezet. Dus die vrije zee waar je het straks over had, die is steeds minder vrij. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, dat hangt eigenlijk ook samen met dat derde schip. Er komt natuurlijk steeds minder ruimte op zee. Dus ook vanuit die gedachte is denk ik niet dat het slim zou zijn om er nog een schip bij. Ik bedoel, de ruimte wordt kleiner en dan zou je er een schip bij nemen. Dat lijkt me niet verstandig. Dus ik hoop dat er ruimte genoeg blijft voor ons om te kunnen blijven vissen. Maar inderdaad, dat zien we wel als een bedreiging, een uitdaging. Een uitdaging zou ik niet willen zeggen. Een uitdaging met enige bedreiging, bedreiging erin. Ja. Pulsvissen wordt hier nog eventjes gevraagd. Wat roept dat bij je op? Nou, ik ben bang dat een gepasseerd station is. Ja? Ik denk, dat vanuit Brussel is dat dan vanuit een Franse lobby eigenlijk is dat de nek omgedraaid. En ik denk dus niet dat we dat terug gaan krijgen. Of het zou gek zijn, want het is innovatie en iedereen ziet denk ik dat het
nou ja, een enorme verduurzamingsslag ermee gemaakt kon worden. Maar ik ben bang dat we dat vanuit de politieke agenda niet terug gaan krijgen. In hoeverre ervaar je de politiek als een bedreiging of als een last in je bedrijfsvoering? Je hebt wel meerdere dingen genoemd vanavond, hè? Van Brussel remde dit zit niet mee. Nou, hoe kijk je naar de politiek? Per se al, ja. Ja, ik zie dingen niet zo snel als een bedreiging. Maar, Wat zou de politiek kunnen doen om jullie nou ja, letterlijk of figuurlijk meer ruimte te geven voor jullie ondernemerschap? Nou ja, dat is lastig. Kijk, wat ik al zei, we krijgen steeds minder ruimte op zee. Ja. Ja, en om vanuit, ja, wat zouden ze kunnen doen? Dan zou er in de energietransitie een andere weg ingeslagen moeten worden. Want ik bedoel, de ruimte is nou eenmaal beperkt. Ja, en als we het vol gaan zetten met windmolens, dan doe ik concessies aan. Dan moet iemand anders wijken en dat is dan de visserij. Dus ja, dus enerzijds mooie stap in de duurzaamheid, maar anderzijds zit het jullie duurzame visserij weer in de weg. Zou het kunnen zitten, maar ja, misschien is er wel, komt het er op een of andere manier toch wel weer bij elkaar. Hey, even een blik in de toekomst. We zijn 10, 15 jaar verder in de tijd. Is de hele visserij overgegaan op elektrisch vissen? Is dat denkbaar? Nou, dat denk ik wel. Vanuit de onderhoudsperspectief en vanuit ondernemerschappen. Wanneer je ziet in auto's al terug, hè, Tesla's. Ja, precies. Die gaan over de miljoen kilometer heen. Dus ik zie vanuit dat oogpunt dat veel schepen en visserschepen hierop. Dat wordt gewoon de nieuwe manier van varen. Dat is wat je wel voorspeld. Ja. Ja, en het zou dan mooi zijn wanneer. Ja, kijk, wij hebben nu aan boord nog wel diesel en gasolie nodig, mm-hmm. natuurlijk. Want we hebben gewoon nog geen batterij waar zoveel energie in kan, dat we er een week op varen kunnen. Maar wanneer die technologie ook doorinnoveert. En, dan ben jij de eerste die zo'n batterij koopt. Nou, ik weet niet wat die kost. Dus, of de eerste ja, dan moet je vader even lief aankijken. Ja, je houdt dat niet tegen. Nee. Je ziet het nu al wel in de passagiersscheepvaart. Zie je het. Het is nu nog kleinschalig, zoals in de Rotterdamse haven, dat daar mm-hmm. vol schepen helemaal elektrisch varen. Maar dat. Maar het is denkbaar voor de het toekomst. Het is zeer zeker denkbaar. En als we nu even iets kleiner kijken. De thuishaven is Urk. Daar is het allemaal begonnen. Jullie onderneming vanuit Flevoland. Wat kan die provincie Flevoland voor jullie nog doen? Voor de visserij? Nou ja, de schepen die zijn op Urk gebouwd, maar dan kunnen ze niet meer terugkomen. Dus wanneer de buitendijkse haven er zou komen en de sluis zou uitgediept worden, dan zou Urk weer thuishaven kunnen worden. Dus dat is een stiekeme oproep aan de provincie? Geef ons onze haven terug? Ja. Ja, dat is een wensdroom van ons dat we het onderhoud aan de schepen, dat dat allemaal weer in de thuishaven gebeuren kan. Dus Want heel graag weer dichter bij huis ook dat stukje kunnen doen? Ja, ja. Ja. In de buitendijkse haven, die er steeds maar niet wil komen, die is daar heel belangrijk voor. Terwijl visverwerkende industrie mm-hmm. en de apparatuur voor de visverwerken aan boord, mm-hmm. dat komt eigenlijk in het grootste deel van West-Europa, komt dat uit Urk. Ja. Ja, komt uit het binnenland eigenlijk. Ja, maar, dus het zou breng het weer dichterbij. Het zou voor Urk heel goed zijn, maar ja, voor ons als bedrijf zou het minimaal en in de marge zijn. Ja, het zou lekker zijn wanneer je onderhoud weer op Urk zou komen. Maar wat zou dat is de wens van je vader, wat is jouw wens? Want als je morgen een ingreep mocht doen bij de provincie of een zak geld zou krijgen, wat zou je ermee doen? Nou ja, dat heb ik zo nu niet paraat, maar we hebben vanuit de provincie wel eens, met het pulsvissen was de provincie ook sterk betrokken. Mm-hmm. Dus nou goed, dat ligt op politieke redenen, ligt dat stil. Dus ik weet niet wat ze daar aan. Maar daar had je ze nog wel graag een slag zien maken. Ja, nou ja, en misschien toch ook wat meer.
Nou ja, als ik dan die oproep aan de provincie zou mogen doen, dan zou ik toch zeggen, toon wat meer lef. Want wij lef hebben... in wat? Sorry? In wat? Waar moeten ze lef in tonen? Nou ja, in wat ambitieuzere plannen. Ja, zoals dit ook, waar we mee begonnen zijn. Dan is niet alles vooraf afgekaderd en vooraf berekend. En dat hebben we bij de provincie wel gemerkt, dat je... Dat alles vooraf al helemaal afgekaderd zijn. Ja, dus ze mogen zich best iets meer laten verrassen en jullie ondernemerschap daarin wat meer ruimte geven. Ja, zo schrijf een open zee. Tot slot, als we morgen massaal naar de visboer gaan, wat moeten we kopen? Wat is nou echt de allerlekkerste vis, Klaas? Tong. Tong? Ja, en tarbot. Tarbot vind ik persoonlijk het lekkerst, vooral de jonge tarbot. Die is... Het is echt, het verveelt nooit. Je hebt er nu al trek in, ik zie en het. En de langoustine is dat, is ook een echt een aanrader is dat. Eens, Hendrik? Ja, ik ben het niet mee eens, maar ik vind zelf, vind kokkie is het lekkerst. En wie maakt ze het lekkerst? Nou, ik kan, als het op kokkie is aankomt, kan ik zelf ook wel een klein trucje in de keuken. Hoor. Voor de kokkies moeten we bij Hendrik zijn. Heel veel dank dat jullie hier vanavond waren en jullie verhaal met ons gedeeld hebben. En de volgende editie, en dat is tevens de laatste editie van Ondernemers van Eigen Zeebodem, gaat plaatsvinden in kerstige sferen, want wij zijn er dan op 15 december. En dan gaan we natuurlijk verder praten over eten en wellicht word je dan ook wat geïnspireerd voor je kerstdiner. We praten dan met Eva Flantua, onderneemster in de food scene met Studio Daags en met haar vader Gerard. En hij is chef en eigenaar van Boer Kok. Dus laat je ook dan weer inspireren op 15 december. Dank voor het kijken.